Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe shoplog. Ik heb een paar nieuwe dingen geshopt en ik denk dat je er ook al een aantal van Instagram kent. Als je het leuk vindt om mijn outfits een beetje in de gaten te houden, zorg dan zeker dat je me daar ook even volgt. Naast mij ligt een hele berg met items, dus ik ga er maar gewoon mee beginnen, denk ik. Ze zijn best wel zomers, moet ik nog zeggen. We hebben al zoveel weken zulk mooi weer dat ik eigenlijk toch wel verleid word om dan af en toe iets nieuws te kopen. Ook al hebben we natuurlijk helemaal niet zoveel zon in Nederland. Maar er is zoveel leuks in de winkel. Ik vind echt op dit moment de mode fantastisch. Zo speels en vrolijk en funky. Dus ik ben wel helemaal fan van alles wat ik zie. Een item dat eigenlijk precies laat zien wat ik bedoel is deze jurk. Deze is van Guestus. Heb je natuurlijk al vaker gezien in mijn verjaardagsvideo, in andere video's. En dit is echt mijn favoriet van het moment. Ik vind het zo'n mooie, zachte kleur en die oranje tint erbij is ook echt super mooi. Tegelijkertijd is het natuurlijk een hele speelse, vrolijke jurk omdat er polkadots op zitten en het zo gekleurd is. Maar hij heeft ook wel weer iets vrouwelijks en seksies omdat hij best laag is door het overslagmodel en strakker in je taille zit. Hier ben ik heel blij mee en deze draag ik ofwel met gewoon een toffe sneaker of met sandaaltjes of met hakken. Kan echt met alles. Dit vind ik echt zo'n heel Frans Brigitte Bardot-achtig topje. En hij heeft een iets wijdere hals en een pofmoutje. Hij schijnt een beetje door. Dit vind ik wel een soort voorbeeld van Franse sexiness. Dus hij is ook een beetje gekropt. Ik vond het een heel leuk zomers blouseje om bijvoorbeeld op een date night te dragen. Of gewoon op een hele toffe pantalon. En er op die manier een beetje een sexy twist aan te geven. I like it. Nog zo'n voorbeeld van zo'n item is deze broek. Deze is van Gunny. En het is een trainingsbroek. Maar hij is eigenlijk zo ontworpen dat je hem ook als gewone pantalon kan dragen. Hij is niet zo dik en stug. Hij heeft een iets losser model. Hij is heel recht. Het gaf me ook heel veel inspiratie om te kijken wat kan ik uit de sportieve hoek op een andere manier dragen. Dus deze draag ik tot nu toe veel met bijvoorbeeld witte sneakers. En dan met mijn luipaard Gunny blouse erop. Dus ik vind die combinatie van zo'n hele drukke print en iets wat meer fashionable is met zo'n heel nonchalant sportief item vind ik heel cool. En dat is ook wel waar mode volgens mij nu heel erg om draait. Een soort van spelen met contrasten en eigenlijk dingen dragen die helemaal niet per se bij elkaar horen of bij elkaar staan in eerste opzicht. Maar gewoon omdat jij het tof vindt, ziet het er cool uit. Dit is een jurkje waar ik zoveel vragen over kreeg van jullie. Ik zie trouwens ook iets waar Nicole een hekel aan heeft, namelijk dat ik deze dingen er nooit uitknip. Ja, ik weet niet, ik vind het wel handig om mijn kleren aan op te hangen. Maar zij is me altijd echt aan het afmaken als ze weer zo'n ding uit mijn top ziet puilen. Ik snap dat ook wel. Deze jurk in ieder geval, die kocht ik bij Sandro in de sale. En ik weet even niet meer hoeveel die afgeprijsd was. Volgens mij 40%. Maar alsnog is het dan natuurlijk best soms een kostbaar merk. Dus hij was wel 100 nog wat euro. Ik kocht hem eigenlijk voor de bruiloft van mijn vriendin Jessie. Maar het was die dag best wel fris. Dus ik voelde me iets te bloot, want hij is echt wel heel kort. En hij heeft ook geen mouwen, dus hij is off-shoulder. En dit is dan een mouwtje dat op je arm als het ware ligt. Dus ik vond het niet helemaal passen bij de gelegenheid. Maar ondertussen was ik natuurlijk al best wel verliefd geworden op dat jurkje. Dus heb ik toch besloten om hem te houden. Hij heeft hier een soort ruffle effect wat helemaal over het lichaam loopt. En dan een wijd uitlopend rokje. Ik heb hem laatst in Parijs aangehad en daar voelde ik me wel heel erg Parisian in. Kijk ook hoe klein het jurkje eruit ziet. Ik moet ook wel zeggen, dingen die ik van Sandro heb gekocht, die draag ik echt jarenlang. Ik heb bijvoorbeeld een rood blouseje met korte mouwen en een print erop die ik in de zomer heel vaak draag. Die je misschien nog kent uit de Bali vlog als je echt een hele oplettende kijker bent. Maar het zijn toch items die met heel veel aandacht en mooie stoffen gemaakt zijn. En ik vind het dan daarom, zeker als het in de sale is, best wel slim om daar af en toe iets van te kopen. Omdat ik gewoon weet, dit zijn stuks die echt bij mij passen ten eerste. Dit is echt mijn merk. En die jarenlang mooi blijven. Dus in zo'n opzicht vind ik het ook wel een goede sale buy. En nog een schoenen aankoop. Bij de Another Stories kwam ik deze witte pumpjes tegen. Die me heel erg deden denken aan al mijn Pinterest plaatjes van ubercoole Scandinavische chickies. Die vaak dit soort schoenen dragen en er dan heel tof uitzien. En ik zocht eigenlijk al een hele tijd zoiets, maar ik had niet echt zin om daar veel aan uit te geven. Want het is toch een beetje een tijdelijk gevoel wat mij betreft. Ik moet wel zeggen dat ik ze echt sindsdien al, ik heb ze nu een week of zo. En ik heb ze denk ik al 4 of 5 keer gedragen. Dus dat is wel een goed teken op zich. Deze waren volgens mij
89 euro. Maar ik recycle altijd mijn beauty items bij Another Stories. Dus als je iets meeneemt van badproductjes of wat dan ook, krijg je 10% korting op je aankoop. Wat het ook is. Volgens mij heb je hele aankoop en niet per se op één item zelfs. Dus dat is wel echt heel vet. Dat had ik hier dus ook gedaan. Dus dat scheelt dan toch weer ongeveer een tientje. Dus op die manier kwamen deze vrienden in mijn leven. Dan een item. Ja, dit is echt een droevig verhaal wel. Ik was in de H&M en toen zag ik op een pop een supermooi jurkje. Geel, gewrapt, echt heel mooi. Heel simpel, maar supermooi pasvorm. Dit is hem. Dus ik vroeg waar ik hem kon vinden. En toen zei ze, nou, hij is helemaal uitverkocht. Maar je mag wel die van de pop hebben. Dus ging ze die pop helemaal ontmantelen. Super grappig. Ik dit jurkje gekocht en op de eerste avond dat ik hem aan had in Parijs, ben ik op een zwarte bank gaan zitten die door de hitte daar helemaal afgaf. Heel bizar. En nu zitten er allemaal vlekken in aan de achterkant, wat echt super verdrietig is. En ook gewoon niet meer leuk om dan te dragen. Een andere jurk die ik ook al veel heb aangehad, onder andere op Jordi's verjaardag, is deze soort rood-oranje roestachtige jurk met hele dunne bandjes en een rits aan de achterkant. Hier zit een soort ruching, waardoor er echt net iets spannends gebeurt aan de voorkant. Het is een hele hoge split. En het leuke vind ik dat hier allemaal hele kleine sterretjes in zitten, waar ik natuurlijk dol op ben. Het geeft hem net even een iets luxere vibe, dus ik ben hier wel heel blij mee. Het is een hele mooie kleur. Een andere aankoop die iets winterser is, die ik al een tijdje geleden heb gedaan, dus ik geloof dat die uitverkocht is nu, is deze super zachte trui van de H&M. Dit is echt zo fluffy, niet normaal. En wat ik heel mooi aan vind is dat hij een soort ballonmouw heeft die dan weer smaller wordt bij je polsen. Echt heel mooi staat dat. En deze kleur vind ik gewoon fantastisch. Staat echt bij bijna alles. Op denim is het heel tof, maar ook gemixt met een polkadot. Ik had hem laatst op een luipaardprintrok aan. Hier kun je echt heel veel mee. Dus ik zou zeker zeggen, ook aangezien we het herfstseizoen straks weer ingaan, om eens te kijken naar knitwear in een andere kleur. Dus of zoiets, of felgroen, of zo'n tomaten oranje-rood als de jurk die ik net liet zien. Het is misschien iets waarvan je denkt, heel erg uitgesproken, maar je kunt het eigenlijk met bijna alles dragen. Toen viel mijn oog op dit rokje in de Topshop. En ik heb een heel leuk spijkerrokje van Levi's, wat precies zo'n model is. Wat ik eigenlijk heel lang niet zo tof vond, maar de laatste tijd wel weer kan waarderen. Hij is net iets te groot, maar ik kan hem altijd nog in laten nemen. Ik vind deze zo feestelijk en leuk. En ik draag hem bijvoorbeeld met een soort rock'n'roll t-shirtje of met zo'n blauwe trui die ik net liet zien. Het is ook heel leuk met allerlei kleuren erop. Dus dit is gewoon een leuk fun item. Ik weet niet of ik het heel veel seizoenen ga dragen, maar ik ben er voor nu wel heel blij mee. Dan nog een top. Deze maakt mijn humeur echt zoveel beter. Echt niet normaal. Ik vind deze zo vrolijk en leuk. En dit is van het merkje Envy met twee i's. Ze hebben heel veel leuke tops. Ook in bloemen, in polkadots, dat soort dingen. En het is ook echt wel heel betaalbaar. Het zit net iets boven de high street misschien. De kleuren zijn heel speels, maar ik heb niet het idee dat het te blij is. En als je dit gewoon met een mooie high-waisted denim draagt, kan het ook voor een avond uit bijvoorbeeld. Ik vind deze echt heel, heel leuk. Ook bij Topshop scoorde ik dit super grappige gehaakte tasje. Er zit een binnentas in van dezelfde kleur, maar dan van stof met een rits. Zodat je iPhone gewoon veilig is in het leven. Dat is altijd belangrijk. Dit is geloof ik van bamboe gemaakt. En dit vond ik zo'n leuk retro dingetje wat een iets meer opgedirkte outfit net wat nonchalanter maakt. Dus bij een jurk als deze, die ook wat chiquer kan zijn, vind ik dit dan heel leuk om te dragen. En het geeft net zo'n pop of color aan elke outfit. En deze kleur groen vind ik ook wel heel actueel. Dit zie ik nu heel veel. Dus het is altijd leuk om in zo'n klein accent een beetje te spelen met een kleur of een print die heel erg van nu is. Zonder dat je je hele garderobe om hoeft te gooien. Een ander item dat me heel erg aansprak dat iets romantischer is, is deze rok van Another Stories. Het is een taille model, dus hij zit in je taille, wat vaak heel mooi is en een vrouwelijk effect geeft. Het is best wel een hoge split en dan van die hele leuke knoopjes in tortoise shell, waar ik dol op ben. Ik moet zeggen dat ik me ook altijd fijner voel in zulke midi rokken dan in korte rokjes. Dus ik dacht, ik kan er nog wel één in mijn leven gebruiken en heerlijk voor op vakanties. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik in de sale iets gekocht wat ik zo leuk vind. Een Isabel Marant loafer. Ik had geen schoenen van Isabel Marant. Eigenlijk ook niet echt kleding. Ja, één jurkje. Maar ik vind het een heel mooi merk. En ik kwam deze schoenen tegen in de sale. En ik vond ze zo tof. Het zijn deze zilveren loafers met een soort gecracked effect.
En waar ik eigenlijk naar op zoek was, was een paar schoenen dat ik gewoon elke dag, de hele dag aan kan zonder in te leveren op stijl. Dus dit is een paar wat ik gewoon onder een jurkje, onder een pantalon, met blote benen, maakt allemaal niet uit, aan kan. En ook een statement mee maken en het ziet er tof uit en het is echt een gestylde look. Maar ik hoef geen hakken aan. Dus dat is eigenlijk iets wat ik soms nog mis in mijn kast. Dingen die wel echt een uitgesproken stijl hebben, maar waar ik niet hoef in te leveren op comfort. Dus waar ik gewoon in kan fietsen, kan lopen, kan rennen, kan vliegen. Dus toen kwam ik deze tegen. Ze waren volgens mij voor de helft, als ik het goed heb. Ik weet niet meer precies de prijs. En het leuke is dat er dus echt in de schoen is gebouwd, als het ware, met een naad en een ander stof, dat je ze zo kunt dragen. Ik draag dus heel vaak mijn schoenen zo, ook sneakers. En daar zijn zij soort van op verder gaan borduren. Dat zie je nu best wel veel. Het enige wat echt heel stom is, is, ik heb deze schoenen denk ik nu 7 keer gedragen. En meteen gaat dat zilver dus van de schoen af. Dus denk ik na 3 keer dragen al gebeurd. En dan te bedenken dat je hier oorspronkelijk echt honderden euro's voor zou betalen, vind ik dat best wel erg. Dat vind ik heel jammer. Dus nu ben ik soort van genoodzaakt om ze altijd zo te gaan dragen. Want anders ziet het er niet meer echt chic uit. Misschien moet ik daar toch een mail over sturen. Maar daar ben ik dan ook weer net te lui voor ofzo. Dit waren mijn nieuwe geshopte items. Ik ben heel benieuwd welk stuk je het leukst vond. Wat zou je misschien ook zo in je eigen kast hangen? Wat vind je helemaal niks? Waar zou je misschien een combinatie van willen zien op Instagram? Laat het me even weten. Ook of je nog andere video requests hebt. Want ik neem natuurlijk een shoplog op omdat ik weet dat jullie dat leuk vinden. Maar als er nog iets anders is waarvan je denkt, dit wil ik zien, laat het me weten. En dan zie ik jou hopelijk snel weer. Doei!